Dus we gaan vandaag in blok 5, les 13 aan de slag met de arafsommen op de rekenrek. Kijk goed in je boek. Daar staat 6 op. We halen er 2 af. We verschuiven de kralen naar links. Kijk maar, ik heb er 6 op staan en ik schuif er 2 eraf. Hoeveel wordt het dan? Goed zo, je ziet het, 4. Maar nou doen we er 10 bij. Dat is de volgende regel. En wordt het nu 16. We schuiven er weer 2 af. Weer naar links. En hoe is het dan? 16 is dan eraf 2, 14. Kijk maar even in je boek nu. 16, dat is 10 erbij 6, dat zien we hier. We trekken er 2 vanaf, dus het wordt dan 14. Nu jullie. 7 eraf 4. Dat wordt, goed zo, 3. Nou, 10 meer. Dan wordt het 17. Eraf 3 wordt het, goed zo, 14. Maar in je boek stond eraf 4. Kijk goed, ik haal er nog eentje af. Hoeveel wordt het dan? 13. Deze mag je even zelf helemaal proberen. Ik laat je alleen maar even zien. 9. Eraf 5. Maar nou 10 meer. Dan wordt het 19. En dan eraf 5. Goed je best doen. We gaan nu naar som 3. Even goed kijken. Wat staat er bovenop? Hoeveel euro tekort? Ik wil het boekje van Floddertje kopen. Die kost 10 euro. Dit zijn eigenlijk allemaal eraf sommen. We gaan kijken naar de lichtgroene portemonnee. Daar zit hoeveel euro in? Dat zie je, hè? 2, muntje van 2, muntje van 1, samen 3. 10 eraf 2 is dan 7 euro tekort, komt de groene portemonnee. En zo doen we ook met de roze. Nog eentje samen doen. Het boek kost 10 euro. Ik heb 5 euro. Mijn som wordt 10 eraf 5 is dan 5 euro kom ik tekort. Denk je dat je nu soms C, D en E zelf kan doen? Telkens eerst optellen wat je in de portemonnee hebt zitten. En dan moet je de som maken. 10 eraf wat in de portemonnee zit. Dan weet je hoeveel je tekort komt. We gaan nu naar som 4. Hoeveel euro tekort weer? Wauw, ik wil een leesboek kopen van 20 euro. We gaan weer kijken. Hoeveel euro's heb ik nu in de portemonnee zitten? Goed zo. 1 briefje van 10, een muntje van 1. Dat is samen 11 euro. Hoe moeten we dat ook alweer doen? 20 eraf 11. Hoeveel is dat? Goed zo. 9 euro kom ik tekort. En zo ga je ook de blauwe portemonnee bekijken. Hoeveel euro zit daarin? 10. Briefje van 10. 2 muntjes van 2. Dat is samen 14. 20 eraf 14. Hoeveel kom ik tekort? Ik verklap het niet. Reken maar uit. En de groene portemonnee. Briefje van 10. 2 muntjes van 2 en 2 muntjes van 1. We gaan samen optellen. 10 plus 2 is 12, plus 2 is 14. En nog 1 erbij is 15, nog 1 erbij is 16 euro heb ik.
bijna 20, maar ik heb nog geen 20. 20, eraf 16. Hoeveel euro's kom ik tekort? Succes jongens en meisjes!